Nou, de crux van de energietransitie is eigenlijk de verduurzaming van onze economie. Dat we een economie krijgen gebaseerd op schone energie, groene grondstoffen. En dat betekent dat wij ons gedrag moeten veranderen, dat de industrie zijn productieprocessen moet veranderen, de landbouw en verkeer en vervoer ook. Dat betekent eigenlijk een omwenteling van de totale economie en samenleving. Dat duurt twee generaties. Hoe eerder we dat doen, hoe meer voordeel we daarbij hebben. Het grootste deel van de energie die wij verbruiken met z'n allen komt van de industrie, met name de energie-intensieve industrie. Die moet eigenlijk schoner gaan produceren. En dat betekent dat de basisgrondstoffen anders moeten zijn. In mijn optiek moet de nieuwe industrie niet meer uitgaan van kolen, olie en gas, maar van groene grondstoffen. Biomassa, tweede en derde generatie. Dat is de belangrijkste economische transitie die we moeten doormaken. Daarnaast, uh, 20% van onze energiegebruik lekken we. Dus we moeten zorgen dat we aan de achterkant minder verspillen. Dan moeten we ingrijpen in verkeer en vervoer. Dan moeten we veel schoner en zuiniger gaan rijden. En dan heb je de gebouwde omgeving. Dat betekent dat we alle huizen, woningen, kantoorgebouwen, uh, die moeten we energie-neutraal maken. En dat zijn eigenlijk de grote opgaven die er zijn in Nederland. Nou, dat proces gaat traag. 4% wat we met z'n allen. Produceren is maar duurzaam. Daarmee lopen we eigenlijk ver achter bij andere Europese landen. Er is nu een nieuw energieakkoord, waardoor we wel een sprong gaan maken naar ongeveer 14 procent, maar dat is al over 6,5 jaar. En daarna moet je weer verdubbelen, eigenlijk, in die vier jaar daarna en daarna weer. Dus het is eigenlijk een continue verdubbeling, want je wil ergens in 2030, 2040, wil je al boven de helft zitten. Dat, dat is ongeveer te vergelijken met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dat is een geweldige inspanning. Dus dat betekent dat wij als mensen anders moeten gaan consumeren en produceren, maar de industrie ook, de landbouw ook, verkeer en vervoer ook. Dat betekent dat eigenlijk alle borden die nu nog naar fossiel staan, die moeten richting schoon. Nou ja, dat hebben we in Nederland eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Zo'n sprong. En dat betekent eigenlijk dat de hele economie om een andere leest wordt geschoeid. Want energie wordt voor de economie steeds belangrijker. Dat zie je wereldwijd. En dat betekent dat wij ons eigenlijk onafhankelijk moeten maken qua energievoorziening van andere landen. Zeker, laten we zeggen, gevoelige politieke regimes. Nou is het, nou het mooie aan Nederland is, wij zijn veredelde turfstokers. Dus al in de middeleeuwen en daarna uh, verbranden we de turf die we hadden. Toen begonnen we met grootschalige kolenproductie, olie, gas. Dus het zit in ons DNA. En nu wordt van ons gevraagd om ons DNA te veranderen van de economie. De hele economie die wij hebben opgebouwd, de hele welvaartsprong, was gebaseerd op fossiele energie. En nu wordt van ons als fossiele DNA-dragers in Nederland gevraagd om een nieuw soort DNA op te bouwen. Dat is eigenlijk tegen onze cultuur in. Nou, dat wordt de allergrootste opgave die je kunt bedenken. Kijk, de energietransitie is niet zozeer meer windmolens bouwen. Daar gaan we er nu duizenden van plaatsen op land en op zee. Dat is wel nuttig, maar het gaat om het opbouwen van een heel ander soort industrie. En dat doe je niet met windmolens, dat doe je door je productieproces te veranderen. Dat doe je door je consumptiegedrag te veranderen. Dat is de opgave waar wij voor staan. En dat kan je niet afspreken met een compromis. Dat is namelijk een radicale verandering. Je kunt niet een beetje veranderen. Het energieakkoord is een compromis, is een klein beetje veranderen. Het gaat echt om een fundamentele verandering. In alles wat wij doen. En ja, dat kun je niet afspreken met elkaar. Dat, dat sluipt de samenleving binnen en de urgentie bepaalt hoe snel dat gaat. Blijkbaar is de urgentie nog niet groot genoeg. Bij mij wel, bij veel anderen ook, maar bij de politiek nog niet. Dus ik zie het als een enorme opgave om die urgentie op de agenda te krijgen.